Voilà, hier staat hij dan. De middenklasser van de toekomst. Elektrisch en van een volumemerk dat moeite heeft gedaan om het ook allemaal wat betaalbaar te houden. Wat dat juist betekent, hoor je op het einde van deze video. Dit is de nieuwe Renault Megane E-Tech. Ja, een nieuwe Megane, maar die niet meteen het einde inluidt van de bestaande modellenreeks. Die eigenlijk ook niks te maken heeft met deze. Beide zullen dan ook een tijdje naast elkaar bestaan. Omdat hij rust op een specifiek EV-platform, krijgt hij wat andere proporties. De batterij, die zit dan onder de vloer. Daardoor is hij 1,5 meter hoog en krijgt hij automatisch wat crossover-allures. De wielen, die zijn naar de hoeken gedreven, wat straks in het interieur een voordeel zal opleveren. Om de dag van vandaag hip te zijn in de autowereld, zijn er 4 zaken belangrijk. Opvallende lichten, grote wielen, kleuraccenten en een zwevende daklijn. 4 keer check voor de E-Tech. Om het rijbereik te optimaliseren is er natuurlijk ook aan de aerodynamica gedacht. Zowel op plaatsen waar je dat niet ziet, met een vlakke wagenbodem bijvoorbeeld, als op plaatsen waar je dat wel ziet, hier aan de deurgrepen. Een elektrische auto, dat wil bijna altijd zeggen dat je een vlakke vloer hebt. En dat is hier niet anders. Achter mij zit de koffer, daar is altijd plaats voor 440 liter en kan je uitbreiden naar 1332 liter wanneer je de zitplaatsen opoffert. Hier vooraan biedt de vlakke vloer heel veel plaats voor opbergruimte. Maar dit is toch wel het grootste nieuws. 2 12-inch grote schermen, in horizontaal en verticaal, voor de combinatie van infotainment en instrumenten. Dit is trouwens ook de opstelling die je zal terugvinden in de toekomstige modellen van Renault. Voor we gaan rijden, nog 1 observatie. Er is geen versnellingshendel of selectieknop in de middenconsole. Alle bedieningselementen zitten op of rond het stuur. En ook de versnellingshendel, die zit hier. De Megane E-Tech is er met 130 of meteen 220 pk. Een batterij van 40 of 60 kWh en een rijbereik volgens de WLTP-cyclus tussen de 300 en 470 km. Daarnaast biedt Renault afhankelijk van de gekozen uitvoering 4 verschillende opladvarianten. Hoe sneller je wil laden, hoe duurder zeg maar. De snelste belooft dat je de batterij van 0 naar 80% kan laden op een half uur tijd. Hier van achter het stuur wil ik het graag nog even hebben over de prestaties. Dit is de snelste variant met 220 pk en 300 Nm trekkracht. De elektrische gezinswagen gaat van 0 naar 100 in 7,4 seconden en is elektronisch begrensd op 160 km per uur. De variant met 130 pk die is 2 seconden en 10 km per uur minder vlot. En dan natuurlijk nog het onvermijdelijke. Het budget. Er zijn 4 zaken die wegen op de prijs. Hoe groot de batterij is, of je 130 of 220 pk wil, welk van de 4 uitrustingsniveaus je kiest en hoe snel je wil laden. De prijsvork is dus vrij breed. Dit exemplaar zit aan de bovengrens met een vanafprijs van €47.700. De instapversie die is €12.500 goedkoper en heb je vanaf €35.200.